op de rol van de voorzitter van het parlement stond vandaag in openbare, voor de openbare vergadering de behandeling van de wet, de wijziging van de casinowet, toezicht en controle kans spelen en de loterijwet. Door een technische storing heeft deze vergadering geen voortgang gehad. Dus zowel de huishoudelijke als de openbare vergadering, die is er niet doorgegaan. Voor wat betreft de casinowet is dit nu de derde keer dat het geen voortgang heeft gehad. TBN, Prime Alert, die sprak er met parlementsvoorzitter Marinus B. over de reden waarom de vergadering niet is doorgegaan, maar ook over de verschillende initiatiefvoorstellen welke zijn ingediend. Ook de ABOP die heeft er vandaag een initiatief ingediend. Niet alleen de openbare vergadering, ook de huishoudelijke vergadering, omdat vanuit onze technische dienst, onze ICT-afdeling, hebben we begrepen dat er een technische storing was en dat de diensten, laat me lezen wat ze precies hebben gestuurd hoor, want wat dat betreft ben ik niet zo technisch. Wegens een technische storing op het netwerk kan de dienstverlening naar het parlement niet optimaal geleverd worden, waardoor de uitzending en overige netwerkgerelateerde diensten buiten werken zijn. Dus dat is het. En u weet, vooral onze openbare vergaderingen worden live uitgezonden. En als dat niet het geval is, dan kunnen we niet vergaderen. Dus we hebben dan tijdig de zaak dan gecanceld. Dus dit heeft niets te maken met de wet die geagendeerd was? Welke? Casino. Oh nee. Anders zou de huishoudelijke vergadering dan ook normaal plaats hebben gevonden toch? En wat zou er vandaag in huishoudelijke vergadering plaatsvinden? De meest belangrijkste zaken waren zeker de initiatiefvoorstellen van de leden met betrekking tot kiesregeling, wijziging van de grondwet en zo. We zouden zeker die commissie van rapporteurs benoemen en, om aan de slag te gaan. Maar dinsdag gaan we dan zeker verder. De verkiezingskalender, heer B, komt niet in gevaar door het steeds uitstellen? Tot nu toe niet. Kijk, het zou niet dat vandaag die openbare vergadering zou worden behandeld. Nee, dat traject zou worden ingezet om te komen tot het instellen van een commissie van rapporteurs. En die zouden aan de slag gaan. Want je moet weten, we hebben nu twee initiatiefvoorstellen. Ik heb net begrepen dat er een derde is vanuit de ABOP-fractie. Dus de commissie gaat de voorbereidende werkzaamheden doen en aan het parlement dan rapport verslag uitbrengen. En alle initiatiefvoorstellen welke nu ingediend zijn, zegt u dat er nu voldoende vergelijkingsmateriaal is? Op dit moment hebben we dan formule 3 met die laatste van de ABOP-fractie, twee leden van de ABOP, laat me het zo stellen. Hebben we 3, ja. Ik hoor mensen zeggen dat DA91 is niet waar. DA91 heeft een brief geschreven, maar dat is geen wetsvoorstel, ja. In het verleden hebben we van mevrouw Van Dijk Silos via die actiegroep eentje gehad, maar dat is geen wetsvoorstel, ja. Omdat geen enkele leden dat heeft ingediend als te zijn een initiatiefvoorstel. We kunnen het zien als een werkstuk, een werkdocument. Ja, maar als het geen draagvlak heeft, dan kan ik daarover niet praten. Dus op dit moment, na vandaag, hebben we dan formeel 3 wetvoorstellen die we dan in die huishoudelijke vergadering op de agenda zullen brengen. En de ABAP, die gaat waarvoor? Ik heb het nog niet doorgenomen. Ik heb begrepen, is net ingediend. Maar inhoudelijk kan ik daar weinig over zeggen. Ja. En, maar u als voorzitter, wat is de next step voor u, de belangrijkste taak, wanneer het nu op deze vergaderingen aankomt, heer B? Dus we hebben een verantwoordelijkheid. En vanaf het begin heb ik gezegd, als het de regering niet lukt om een wetvoorstel in te dienen, het parlement ready moet zijn. Ja, vandaar dat ik vanaf het begin
bezig ben geweest. We hebben bijvoorbeeld een academische week, we hebben presentaties gehouden. En we hebben met de groep Serena Asset goed samengewerkt. En uiteindelijk heeft ze ook een wetsproduct voor ons geproduceerd. En als je kijkt naar het initiatief van de NDP, is heel dichtbij wat die groep mevrouw Asset heeft gepresenteerd. Dus wij waren bezig, omdat wij vonden als het fout gaat, zal niet alleen de regering alle schuld krijgen, maar ook het parlement, want we hebben het recht van initiatief. Dus op grond daarvan zijn we bezig geweest en nu hebben we 3 voorstellen. Dus wij gaan aan de slag. En wij hopen, want na het gesprek dat ik heb gehad met de minister van Binnenlandse Zaken, meneer Bronto, heeft gezegd, tenminste een jaar heb ik nodig om de zaken, de verkiezingen voor te bereiden. Ik zeg, we moeten het ruim aanpakken, 18 maanden. Dus mijn streven is echt uiterlijk 1 november tenminste een wet klaar te hebben, zodat we rustig, zonder enige kopzorg, de verkiezingen kunnen houden. Maar we gaan naar de maanden augustus, september, waar we weten dat het parlement meestal een break neemt. September inderdaad, je moet een break nemen. Ja, we proberen het in te perken, niet al een hele maand. Maar we kijken naar, want de leden hebben daar ook recht op. Maar we zijn nog in juli, we hebben dan augustus en oktober en november. Dus als de commissie hard werkt, kunnen we het redden, ja. We hebben vandaag gesproken met de fractieleider van de NDP, de heer Permisser. En hij heeft zijn bezorgdheid, omdat hij aangeeft dat nu de VHP met hun initiatiefvoorstel ook vraagt naar grondwetswijziging. En de heer Permisser die zegt dat zal nu heel veel tijd in beslag gaan nemen. En hij vreest dat we nog kort staan voor de verkiezingen. Nou kijk, uiteindelijk is het parlement dat gaat een besluit gaat nemen. Ja, niet 1 of 2 leden of een fractie. De meerderheid, ja. Dus wij moeten gewoon met elkaar gaan praten. Staatsman tonen en uiteindelijk komen tot een oplossing. Dus ik, op dit moment deel ik die zorg van meneer Permisser niet. We moeten gewoon aan de slag. En het slangsbelang op de eerste plaats zetten. En hoe zal dit, want dat is ook de taak van het parlement, heer B, hoe zal dit zo duidelijk naar die samenleving worden overgebracht? We gaan frequent met ze communiceren, alle stappen die we maken. Ik heb al een afspraak met onze afdeling communicatie om de mensen te informeren, de samenleving te informeren, politieke partijen. Want waarmee we ook rekening moeten houden, we hebben nu 3 initiatiefvoorstellen vanuit het parlement. Maar dat weerhoudt de regering niet om straks te zeggen, ik kom ook met een voorstel, een wetsvoorstel. Ja? Die vrijheid heeft de regering. Maar wij zeggen nu, we hoeven niet te wachten meer op de regering. Wij gaan nu aan de slag.